Met gemengde gevoelens bood Silvano Tjonahin zijn zittingstermijn als minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu af. Deze informatie deelde de bewindsman vandaag met journalisten. Tjonahin gaf verder aan veel meer beleidsdoelen gerealiseerd te willen hebben. Echter blikt hij tevreden terug op de projecten welke uitgevoerd zijn. Volgens hem is met name het milieubeleid zichtbaarder geworden. Het ministerie is opgebouwd van bijna scratch, zou je kunnen zeggen. We zijn er trots op dat we op dit moment alle structuren in place hebben. We hebben het beleid in place, we hebben procedures in place van het ministerie, die werken al, die zaken werken al. En we hebben een projectportfolio, een aanmerkelijke projectportfolio kunnen opbouwen, waar we ook trots op zijn en waar eigenlijk waar we nu het punt hebben bereikt om tot uitvoering over te gaan. En als je tot uitvoering overgaat, dan weet je dat de gemeenschap ook de effecten zal merken van een dergelijk ministerie. Tjonahin had vandaag een onderhoud met president Chandrika Persat Santokhi over enkele onderwerpen, waaronder het traject van het afbouwen van zijn ministerschap. De bewindsman gaf aan bereid te zijn het ministerie van ROM te ondersteunen in het realiseren van haar resterende beleidsdoelen. Ze hebben een politieke realiteit. De politieke realiteit, zoals die eruit ziet, die schrijft voor dat op een gegeven moment de partij die mij heeft voorgedragen, de Nationale Partij Suriname, die heeft zich teruggetrokken uit de coalitie. Het ministerschap is een politieke functie. Wanneer je onderdeel bent van een kabinet, dan moet je je verzekerd weten van politieke ruggensteun. En dus die is op dit moment komen weg te vallen. Als je geen politieke steun hebt, dan wordt functioneren als minister wordt moeilijk. Maar we zijn in Suriname en daar kan over gesproken worden. Dus we kijken waar we komen met het gesprek. Wat niet wil zeggen dat we aanblijven. Maar het enige wat ik kan garanderen is dat ik beschikbaar ben